spelen en we zingen, we dansen en we springen in ons moerige pak. In cafés en op de straten, voor jou en alle man. We kunnen het niet laten, we springen door de baan. Hupsa! Met mijn matte, ik en mijn matte, dwalend van plein tot plein. Muziekje maken, we kunnen het niet laten, omdat we de morgen zijn. In cafés en op de straten, het is altijd een feest. Kom, zit niet te verzuren en klap eens met de buren, dat is de Moerga-geest. Deze ruimte, het atelierruimte hier. Allee, het is een multifunctionele ruimte, het is een experiment dat wij eens, dankzij Berchem Creatives mogen doen. Het is een leegstandpand geweest heel lang. En wij krijgen die tegen een verlaagde huur om onze creatieve hub hier op poten te zetten. Mm-hmm. En wat wij hier doen is, dus we hebben een gedeelte winkel waar we dan handwerk verkopen of werken van mensen die dicht zijn. Ja, dus in het algemeen zijn al mensen die hier iets doen, mensen die ik kan zien en ken en ermee babbelen. Hè. Dus dat zijn we zien van ver weg, maar dat zijn bekende mensen die hetzelfde aan het doen zijn op een andere manier als ik. Mm-hmm. We hebben een gedeelte tafel voor ontmoeting, koffie, thee, dat je op vrij bijdrage kan krijgen. Ik heb het voor het eerst over Berchem Creatives gehoord tijdens de cultuurraad. Hè. Die hadden een oproep lopen van, we willen samenwerken met mensen van de buurt. Dus voilà, ik heb gezegd, ja, ik wil dat doen. Ja. En ik ben hier begonnen met een collega, Meleen. Die bio-bloemetjes deed. Hè. Zo, ze ging zelf bloemetjes plukken, dat was kei schoon. Maar ja, Leen is nu even in hun winterslaap gaan. Ik ben eigenlijk Harry Gosset. Ik ben geboren 19 maart 1977. Ik ben... eigenlijk geboren hier in het Middenlijn, dus ik woon sinds altijd in de straat, in dit huis. Ik heb 4 jaar gestudeerd te Leuven geologie. Daar heb ik het eerste jaar goed afgelegd, maar het tweede jaar dat is dan moeilijker geweest en heb ik moeten ophouden met mijn studies. En dan heb ik nog heel veel geluk gehad, want dan door het feit dat ik te Leuven ook soms op kot een tekening maakte, heb ik kunnen terugvallen op die kunst. En dat is het zo geweest dat ik een academie heb gevolgd te Antwerpen, 5 jaar nog. En dan heb ik daar natuurlijk ook blijven, heel die tussentijd,
blijven schilderen. En soms heb ik ook iets werken kunnen verkopen aan vrienden van mijn ouders, zodat ik een beetje geld binnenkreeg. En natuurlijk, dat is nooit niet veel, want om te overleven is dat eigenlijk niet genoeg. Dit is een constructivistisch werk van mij van 14 jaar terug, een van mijn eerste. Het stelt eigenlijk het hele geval voor dat het begint is de geestdrift is en hoe de methode werkt van het nadenken. Vanaf dat je klein bent, dat staan mijn huizen, stap ik in het licht binnen, ga dwars door alles heen, door mijn leven. En op het laatst wordt het met een paard, wat filosofisch aanzien wordt als het hoogste verstandige. Maar daarmee komt kijken natuurlijk bepaalde zaken, de troop dat terugkomt. Het bruin misschien ook omdat ik gelozig ben, ook het groene en zo. En deze twee vormen zijn de basisvormen van alles. De tekeningen hier rondom op de wand, dat zijn allemaal tekeningen die ik de laatste jaren heb gemaakt. Deze bijvoorbeeld zijn vrij oud, die zijn wat nieuwer. Ja. En aan de andere kant heb je bovenaan de schilderijen, de twee eerste schilderijen, dat zijn constructivistische schilderijen, want ik heb mij voornamelijk daarmee bezig gehouden. Omwille van het feit dat ik eigenlijk een lijnenspel heb ontworpen dat gebaseerd is op een vijfhoek. En hier zie je het ook duidelijk met een kristal dat in je hoofd zit en dan springt je van vlak tot vlak al springende van een driehoek in die vijfhoek van de een tot een andere driehoek. En dan heb je hier voornamelijk houtsculptures nog, boeken ook. Hier kunt u ook nog zien wat ik op de academie doe voor het ogenblik. Dat is bijvoorbeeld tekeningen maken van allerhande. Dat is eigenlijk het portretfiguur dat ik nu volg. Dus je hebt hier een model, je hebt ook gewone portretten. En dat is het constructivistisch werk. Hier heb je er eentje. Dat is zoals ik net zei, ik ben ook een constructivist. Hier heb je een beginnende tekening. Die maak ik dan wat duidelijker. En dan kleur ik de vlakken in volgens een bepaald ritme. Dans en zelfs nog meer specifiek Egyptische stijl. Je had het als secretaris boekhoudster gewerkt in de diamantsector, dus ik zie je allemaal aan. En ik was zodanig bezig, want in die tijd flyers moesten dat nog allemaal zelf maken, dus je had dus niet die mogelijkheden dat je nu hebt via computer. Dus dat was dikwijls knippen plakwerk en dan zat ik dat te kopiëren op een bureau. En terwijl was ik daar ook aan de kopieermachine aan het dansen. Waardoor ik altijd vergat dat er in de hoek wel een of andere camera stond, een beveiligingscamera. En die bazen hadden zoiets van, ja, ze is weer bezig, hè. Ja, ook hier zitten. En op de deur heb ik gezegd, zou jij niet dansen? En zou jij niet... Ik werkte al part-time, maar ondertussen had ik aan mijn dochter. Ze zou het dus niet riskeren van dat te doen. Je mag nog altijd terugkomen als het niet lukt. Vond ik een heel tof voorstel, zo van een jaar proberen. En dan. En het is gelukt. Ik ben eigenlijk nooit teruggekeerd. Ik zou ook nooit meer willen terugkeren. Ik ben thuis in mijn kelderverdiep uit noodzaak, want ik had toen toch een klein meisje en die kon niet weg. En de man gaf zelf les s'avonds en ja, allee, een van de twee moest dan thuis blijven, dus dat was ik dan. En dan kon ik met een babyfoon horen en dan kon ik beneden in mijn kelderverdiep lesgeven, maar dat was maar heel klein. En er kwam
hoe langer hoe meer volk. En dat was op de deur niet meer te doen. En heb ik gedacht, ik moet iets vinden, een vervallen pand. En heb ik deze gevonden. Dat was totaal in verval. En dan heb ik daar echt zo de visie gehad van, ik ga dat proberen. Ik ga niet tot mijn pensioen wachten voor iets te doen dat ik graag doe. Ik ga gewoon die stap proberen te zetten. En helemaal op een eentje. We hebben dan wel een VZ2. Ja. Rory, ik heb er juist al gezegd dat tijd is om op te staan. Robby, zit er bekend? Ik kon het geen twee keren niet meer zeggen, hè? En er zijn hier nogal last mee opstaan. Als ik hem laat doen, dan leert hem deze middag nog eens erbij. Robby, als ik hem moet komen al, gaat er niet goed van zijn, hè, mama. Hier is onze Robby, hè, mama. Hier is hem, hè. Ja, kan niet voor de kant. Dat is niet schokken. Dat gaan we niet doen. Ja, we gaan in deze open trekken. We gaan het veranderen. Dit is de boven. En de hof wordt de eerste coulis. Dat je op voor door kunt lopen zoals we het altijd gedaan hebben. Ik ben Erik Luiten. En ik ben regisseur hier bij de Bloeiende Wijngaard. Dat is een gezelschap dat ondertussen meer dan 100 jaar bestaat. Ik denk een 107, 108 jaar ondertussen. Wij maken 3 producties per seizoen. 3 amateurproducties. Variërende van komedie over drama tot een thriller. Noem maar op. Uitademen. Inademen. Uitademen. Ik zit in Mechelen bij de Pioenen, bij de Moedertaal. Ik zit in Leuven bij Musical Company Mythe. Hier in Antwerpen bij Micro.be, dat is ook een musicalgezelschap. Brief lezen aan de Koen. Aan de Koen. Beste Robby. Waarom regisseren? Goh. Aller. Ik ben daar ooit eens heel toevallig ingerold vanuit een acteeropleiding. Die eindigde en we hadden een groep die zei van, goh, laat ons samen een stuk maken. En toen hadden we een regisseur nodig en die was er niet. En deze idioot zei, ja, laat ik dat even doen. Dus ik deed dat. En dat is mij heel goed bevallen. En ik ben dat blijven doen. Ik doe het ondertussen 12 jaar. Ik vind dat heel leuk. Het is heel divers. Je hebt elke keer een ander stuk. Je hebt andere mensen, andere gezelschappen, andere zalen ook. Ik heb ook al hetzelfde stuk met andere gezelschappen gemaakt. En dan is het ook weer totaal anders. Het is gewoon heel leuk om met mensen te werken. En om dingen uit mensen te krijgen die ze vaak zelf niet verwacht hadden. Sommige acteurs beginnen als kleine, bange, grijze muis aan een repetitieproces. En die groeien dan uit tot de sterren van de show. En dat is heel leuk om te zien dat gebeurt. Dat mensen die ook in het dagelijks leven heel timide zijn, op het podium toch ineens openbloeien tot de grote ster van het stuk. En dat is heel leuk. Zeker ook in amateurgezelschappen krijg je dan ook heel veel bekende mensen in de zaal van degene die op het podium staan. En dan hebben ze iets van, oh, kijk die van ons. En dat is geweldig om te zien dat je dan vanachter in de zaal zit als regisseur en al die reacties in de zaal ziet. Dus ik ben Bert Jacobs en al sinds 36 jaar lid van de Harmonie hier. Mijn onkels spelen hier muziek, mijn tante spelen hier muziek. Mijn grootvader heeft hier vroeger gespeeld. Neven en nichten spelen mee en ondertussen spelen mijn 3 kinderen ook mee. Daarbuiten spelen we hier met ongeveer 65 mensen muziek. Elke vrijdagavond repeteren wij hier en maken wij er een plezierige boel van. We komen naar hier om samen muziek te maken en om een beetje dat als onze hobby echt te beleven en bij te leren. Voornamelijk ook om vrienden te zijn. Dat staat hier altijd te dragen. Enjoy the club. We noemen ons de vriendenkring en we zorgen ook dat er constant dat we constant als vrienden kunnen samenwerken. Dat is er ook in de statuten zo, bepaalde dingen die er echt wel op wijzen van je moet zorgen dat je samen kunt werken, want als dat niet gaat, dan stopt het. 1, 2, 3, 4.
We zijn een harmonie. Een harmonie is zowel toch wel wat in Vlaanderen en in Nederland ontstaan en gegroeid. Dat wil zeggen houtblazers, koperblazers en slagwerk. Dus voor die speciale bezetting wordt er muziek gemaakt. En begin van de eeuw tot zo tussen de twee wereldoorlogen was dat bijna altijd bewerkingen van klassieke muziek die gespeeld werden. Die werden omgeschreven zodanig dat de violen naar de klarinetten gingen en zo van die dingen. Maar langzaamaan na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk tussen de twee wereldoorlogen in, zijn er mensen gekomen die zeiden eigenlijk is er zoveel volk in Vlaanderen dat actief is in een blaasvereniging, harmonie, fanfare of later de brassbands. Daar moeten we echt zelf muziek ook voor kunnen schrijven. En die zijn hun eigen beginnen op toeleggen. En toen zijn echt de composities speciaal voor harmonie ook ontstaan. Mm-hmm. En als ik nu zeg, in het begin werden er voornamelijk bewerkingen van klassieke werken gespeeld. Dan kan het gaan over bewerkingen van operas, van symfonieën. Maar bijvoorbeeld ook van balmuziek, walsen en tangos en zo. En die zaken die omgeschreven werden voor harmonie. En wat zien we nu, deze periode, dat er heel veel musical of popliederen of filmmuziek ook omgeschreven wordt van hun oorspronkelijke setting voor harmonie, zodanig dat er heel veel publiek er kan van genieten. Van mijn buurvrouw over de geschiedenis van Berchem en verschillende plekjes in Berchem. En dan, ik dacht van, oké, we gaan dat toch hier zitten. En in de zomer vooral, nu is het echt als slecht weer, maar in de zomer kwam er wat volk voorbij. En dan de oude dames aan vertellen over die boeken. En dan kwamen ze terug met foto's van, kijk de foto's dat ik heb. Dus dat was eigenlijk wel, heeft al heel wat geleverd, hè? Zo de ontmoetingsplek. Dus dat is die kerk, hè. De Singel loopt hier, hè. En daarnaast de ring natuurlijk, hè. En dit is de grote steenweg hier. Maar dat is heel interessant. En deze is ook hier vlakbij, hè. Dus dat is aan de Victor Jacobslei. Die beeld staat er nog, hè. Aan de Driekoningenstraat. En de Victor Jacobs. Het is echt heel tof om te zien. Van, dat is onze buurt. Als amateurkunstenaar, omdat ik eigenlijk geen promotor heb, zou ik dat hebben. Ik zou niet weten of dat die druk die je dan hebt, dat ik dat zou kunnen verdragen. En eigenlijk is het daarom dat ik liever eigenlijk heb om te werken gelijk een amateurkunstenaar, waarbij ik toch wel soms kan tentoonstellen. We zijn allemaal amateurs, we hebben allemaal een gezin, een werksituatie of school of eender wat. Mensen die ook nog naar muziekschool gaan, die daar ook moeten voor studeren. Dat hoeft geen slechte klank te hebben, amateur. Altijd graag als kunstvorm willen bekendmaken. Dat ze die vooroordelen ook een beetje zouden zien. Dat het niet eigenlijk altijd om cabaret gaat of om iets soort verleidingsdans. Het zit er nog altijd een klein beetje in. Het is natuurlijk mooi en het oogt mooi. De kostuums zijn mooi, maar er zijn echt. Je kunt vergelijken met flamenco. Alleen wordt er bij buikdans veel meer gelachen. De amateur komt van Eimee, houden van, liefhebberij. Dus het is exact hetzelfde. Alleen heeft amateur bij ons vaak een heel negatieve connotatie, wat heel jammer is. Maar fond is het hetzelfde woord. Ik gebruik ook veel vaker liefhebber, omdat aan dat amateur woord van alles vast. Maar eigenlijk is dat net hetzelfde. En het zijn mensen die het gewoon graag doen. Vaak veel liever dan professionelen. Ik regisseer ook wel eens bij professionelen en dan is het echt werk.
En die mensen komen soms tegen hun goesting naar het werk. Niet dat iedereen hier niet af en toe tegen hun goesting komt repeteren, dat zal zeker wel eens gebeuren. Maar deze mensen doen dat graag. Zoveel fijner om mee te werken. Allee, wat gebraad, ze? Gebraad? Meurde dat niet? Dat is vlees van een varken, hè, madame, dat weet je toch? En je eet geen varkenvlees? Och, madame. Ik ben al 15 jaar getrouwd met een varken. Dan is een goesting achter varkensvlees wel over, ze, hè? Gelooft me. Ik ben blij dat ik deze mag proberen. We zijn nog maar een paar maanden open. We weten ook niet hoe lang dat het nog open zal blijven, omdat het een tijdelijk project is. De geest daarvan zal wel verder blijven, maar welke vorm dan ook dat het gaat krijgen, is nog te bezien. Hè? Soms denk ik van, ah, het zal tof zijn dat dat ook meer mensen gebruikers zou van kunnen maken, dat die meer mensen weten dat dat hier is. Soms gaat dat een beetje verloren. Allee, de straat, wij proberen de straat echt wat meer levend enzovoort, maar het blijft tot ergens een verborgen parel. Hè? Misschien dat het heel goed zou zijn om werken tentoon te stellen op andere plekken dan gewoon bij een thuis of in een galerij. Bijvoorbeeld in hospitaals, in homes en zo, ook in bibliotheken. En dat is dan interessant toch om zo het werk te kunnen tonen aan de mensen. Om misschien ook wel te kunnen zorgen dat je, indien dat je iets kunt in een hospitaal zetten, dat je er een beetje geld voor zou kunnen krijgen. Want het gemeentehuis en zo hebben ze mij ook al gevraagd, zou je dat niet willen doen? Maar dan moet je een beetje ondersteuning krijgen, want alleen gaat je daar niet zo gemakkelijk mee beginnen. District Burgum de laatste 2 jaar. Werkingssubsidie. Ja. Sportsubsidie, daar heb ik nog geen werk van gemaakt, maar dat is ook een beetje moeilijk in die zin dat ze vragen dan dat je aansluit bij een overkoepelende organisatie. En die verplichten je dan weer van de verzekering bij u te nemen. En dan zet je zo'n grote som kwijt dat je zegt, ja, laat maar. Die vragen misschien 5 euro per persoon, ja, dan zit al direct al een heel grote som. Dat overstijgt al de subsidies die je zou kunnen krijgen. Dus het is eigenlijk te gek. Dat is misschien goed voor voetbalclubs of voor grote sportverenigingen, maar voor een beperkte dansstudio met één specialiteit. Was dat ook hier voor de hand. Ja, hetgeen waar iedereen zegt natuurlijk, meer subsidies, dat zou het voor ons gemakkelijker maken. Maar bijvoorbeeld ook dat papierwerk, hè. Wat wordt er allemaal van de VZW tegenwoordig gevraagd om aan subsidies te geraken, om in orde te zijn met budgetten, om in orde te zijn met van alles en nog wat. Gedoe maar en dan, uiteindelijk is het niet goed, dan komt er een mail terug van je moet dat en dat en dat nog indienen. Maar denk er wel aan, morgen moet het binnen zijn. Dan denk je, ja, we moeten het er ook allemaal nog bij nemen. En het is dikwijls wel heel moeilijk dat dat weinig gestructureerd verloopt. Wij krijgen een beetje werkingssubsidies van het district. En dan voor de rest ja, proberen we links en rechts wat fondsen bij in te scharen. Hè. En we krijgen ook, doordat we om de 4 jaar meedoen aan een provinciaal orkesttoernooi, van de provincie dus, krijgen we daar ook 4 jaar lang subsidie van. Wij sturen onze leden niet de straat op om taarten of wafels of eender wat te gaan verkopen. We proberen het muzikaal te verdienen. Alhoewel dat echt niet gemakkelijk is als je tegenwoordig ziet wat je aan CEMU, het kopiëren en zo, moet betalen. Je ziet wat je aan Sapa moet betalen. Ja, elke vrijdagavond hier het lokaal huren en van die dingen, dat loopt allemaal wel op. Vaste verzekeringen die je moet betalen en zo. Dus zekerheid om concerten hier in Berchem te kunnen geven op een deftige locatie, betaalbare locatie, dat is toch wel echt heel belangrijk. En dan krijgen we daar ook nog een hoop ondersteuning. Ondersteuning op vlak van logistiek, op vlak van alles eigenlijk. Ook samenwerking met de muziekschool, dat zou volgens mij veel, veel beter moeten gaan, want telkens dat we er komen aankloppen, oké, we kennen jullie en we zullen het affiche wel uithangen, maar je ziet dat daar niet veel van terugkomt en dat is heel jammer. En dan hebben we nog enkele
wilde, milde schenkers. Een paar ereleden die dat ook wel jaarlijks een beetje geld doneren. Maar ook dat zie je wel afbrokkelen. Vroeger waren dat de notabelen van Berchem die dat fijn vonden om dat ergens mee in de lijst te hebben staan. Maar je ziet dat toch wel... Die sterven letterlijk echt allemaal uit. En subsidies in het amateurcircuit is bijna niks. Het enige wat je gesubsidieerd nog kunt krijgen is via open doek alle soorten vormen van coaching en dat soort dingen. En ik denk ook niet dat er echt in geld moet gesubsidieerd worden, want dat wordt heel moeilijk om te controleren. En wat ga je er dan mee doen? Maar ik denk wel dat je mensen kunt of gezelschappen kunt gaan steunen in vorm van lokalen om te repeteren, in technisch materiaal, in speelzalen, in al dat soort dingen, in accommodatie en in faciliteiten. Ik denk dat dat veel belangrijker is, dat je deftig materiaal hebt om mee te werken en een deftige zaal om te repeteren die niet God weet hoeveel kost, want je komt al snel in zalen terecht die 25, 30 euro op een avond kosten om in te repeteren. Als je dan bedenkt dat je 30 keer repeteert, en als ik heel snel kan tellen, 30 x 30, dat is 900 euro. Als een ticketje dan 10 euro kost, dan is dat al een halve zaal om alleen maar je repetitiezalen te betalen. Dan heb je nog geen decor betaald, nog geen techniek betaald, nog geen verzekering betaald en noem maar op. Je zou er verbaasd van zijn wat een stomme, dus aanhalingstekens, kleine amateurproductie kost. Je gaat naar etelijke duizenden euro's. En als je dan naar iets grotere voorstellingen gaat, we hebben hier een paar jaar terug met een amateurtheatergezelschap, met dit gezelschap, op musical gemaakt, dan ga je naar 6, 7, 8.000 euro om een simpele voorstelling te maken. Dus dat haal je niet uit je ticket. En je wilt het dan wel doen omdat de mensen het leuk vinden, je acteurs, je publiek. Maar je moet wel blijven overleven. Als het geld op is, dan houdt het gewoon op. En dan zou steun in de vorm van zalen of van techniek heel fijn zijn. Ik vraag geen grote dingen, ik wil alleen maar zingen. En dan ik vraag geen grote dingen, ik wil alleen maar zingen en dat ook niet op straat. Ik ben origineel, ik vraag geen grote dingen. Ik wil alleen maar zingen en dan iets op straat. Wat ben je? Ik ben een mooi viraal. Ik ga je niet vervelen, ik wil alleen maar spelen en dan niets op straat. Ik ben een originaal. Ik ga je niet vervelen, ik wil alleen maar spelen en dan niets op straat. De meeste, ik wil alleen maar feesten en dan niet op straat. Ik ben een originaal, ik ben niet als de meeste, ik wil alleen maar feesten en dan niet op straat. Ik ben een Thank you.